AZ Pek Zwolle in de historie. Pek Zwolle haalt over het algemeen heel weinig hier in Alkmaar. In de divisie laatste zegen van Zwolle. Hier was in 1986. Sandler. Mokhtar, Sai Mak in het midden. Sandler komt daarbij. Mokhtar naar binnen en het schot blijft uit. Maar dit is wel het schot waar Bizot nog een redding op heeft. Het schot van Memer. ADO met 1-0 voor is gekomen tegen Rode JC. Dat betekent dat de Zwolle aan een gelijkspel ook niet meer genoeg heeft. Dat hier dus ook gedaan. Stil. Jaan Baks. Jaan Baks voor het schot met links. En die gaat dwars door de handen van Boeren. Jaan Baks heeft er weer eentje bij. Want dat blijft natuurlijk interessant voor de topscorers. Dit is nummer 19 van dit seizoen. Ja, dus is Zwolle naast de pot. 24 punten nu als ADO de voorsprong heeft gepakt. Center draait open, maar draait al meteen ook de val van Koopmeinders en Til in. Jaan Baks. Achterin, terugleggen. Koopmeinders doet hij goed weg. Horst, en dit is een goede redding van Boer. Buitenspel? Nee. Aannemen, dan moet er iemand onder komen. Dat is Menig. En die Bizot heeft de redding. Jaan Baks. Nu tegenover Van den Berg. Weghorst. En Boer heeft hem. Het zal niet zijn laatste redding zijn in deze wedstrijd. Wacht is natuurlijk op een treffer van Weghorst. Hij zelf is degene die daar het hardst op wacht. Hatsidiakos. Bal op Jaan Baks. Probeert weer door te komen bij Van Polen. Dat lukt. Til kiest positie. Weghorst kiest positie. En Jaan Baks is een schoen kwijt. Zeuntjes naar Koopman. Die heeft een schot. Gaat via Wijndal. Jaan Baks heeft geen tijd om zijn schoenen aan te doen. Hij wil een goal maken. De topscorer van Nederland worden. Hij wil ook daar met zijn schoenen zijn hand. Dat is positie. Het is 3-0 voor ADO Den Haag tegen Rode JC. Die maken dus gehakt van de Limburgers. Maar vervelend voor Jaan Baks is dat Johnson weer gescoord heeft. Dus de beide mannen staan nu op de topscorerslijst gedeeld bovenaan. Jaan Baks, deze vanuit erop. Gaat er niet in dankzij Diederik Boer. Het mag duidelijk zijn dat hij de wedstrijd binnen deze wedstrijd heeft. Zorgen dat Jaan Baks zoveel mogelijk goals kan maken. Wissel bij Zwolle. Terrel Ondaan. Dat is een rappe buitenspeler. Hij komt in de ploeg voor de centrale verdediger. Dat is zo Radit van den Berg. Hoe blijft staan? Nee, daar komen we niet aan. Dat is Jaan Baks. Links, Steuntjes, ja, die heeft de ruimte. Die kan wat verzinnen. Maar hij moet wel weer terughalen naar zijn. Koopmeinders heeft er gewoon een fantastische linkte. En die legt hem neer bij Jaan Baks. En die maakt daar 2-0 van. En dus, we tellen door. Hij staat nu op 20. Maar wat een geweldige bal voor van Koopmeinders. Zijn 20ste van het seizoen. Bij
Jong AZ en scoorde toen in de tweede divisie in het jaar ook dat Jong AZ kampioen werd van die tweede divisie. En Bouadou wordt hier meteen weggestuurd. Het zou zo'n mooi verhaal zijn. Dit is zijn eerste balcontact, zijn tweede balcontact. Weghorst draai en bijna scorend. En dan die bal naar... Nee, niet naar Jan Baks. Waarbij Adrien Jan Baks zegt... Weghorst, die bal moet ik hebben. En dat is het lastige als je in elkaar zit zoals waar Weghorst in elkaar zit. Jan Baks. Naar Til. Naar Til. En dan naar Weghorst. En die schuift er binnen. En dan is het 4-0. Hij Weghorst ook zijn treffer. Zal hij de volgende wel weer aan Jan Baks gunnen? Hij moet natuurlijk ook, want daar leeft hij ook van. Daar ademt hij voor. Mensel richting Weghorst. Die krijgt ineens ook haast. Die krijgt ineens ook haast, want die staat nu op 18. Dus we hebben Jan Baks op 20 en Weghorst op 18. Jan Baks. Jan Baks. En hoe? En nu Weghorst boos op Jan Baks. Het is wel een record, hè? De strijd om de topscorers titel tussen twee ploeggenoten. Jan Baks. Schot van Jan Baks. Ja! Jan Baks. Zijn derde van deze wedstrijd. En dan is die topscorers titel toch wel voor hem, zeg. 21 goals voor hem. En wacht nog een WK. En wacht. Doe je bijna toch wel veronderstellen. Een transfer. Svensson krijgt hem nog een keer terug richting Weghorst. En Boer staat al een 7-0 in de weg. En Boer is het helemaal zat. En dat snap ik ook wel. Weghorst maakt er een. En Alireza, Jan Baks met zijn 3 goals van dit duel. Dat zit tot topscorer van Nederland.